Hey, Kerksink ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ja, ik was vandaag even in bikinibroek en dat heeft een reden, ik zal het even uitleggen. Ik kreeg op de vorige episode een reactie van Michael Riss en hij zei dat de stad alleen grondstoffen naar de grote constructie stuurt als hij geladen is. En dat is ook eigenlijk best wel logisch, maar dan heb ik daar nu tenminste een beetje zekerheid over. Ik zal even laten zien wat we nu hebben. Het is echt niet dat ik super lang AFK heb gestaan, maar we hebben nu in ieder geval wat. En ja, dus bij legeringen zijn we denk ik op iets van 1/8 of zo. En met processors zijn we op 1/15 of zo. Dus het gaat nog wel echt even duren. Het valt eigenlijk nog best wel mee. Ik denk dat het onderzoek veel langer heeft geduurd dan het daadwerkelijke bouwen zal duren. Ik denk dat het bouwen mee zal vallen vergeleken met het onderzoek. Ik moet gewoon wel voor zorgen dat de goede steden af en toe geladen zijn. Dus ik ga dan waarschijnlijk gewoon bikinibroek af en toe laden, zodat er wat materialen naartoe worden gestuurd. Atlantis, we hebben ook tegen Atlantis verteld, zeg maar, dat hij legeringen, waren het legeringen? Ik geloof het wel. Dat hij hier legeringen naartoe moet sturen en plastic. Ik weet niet zeker, maar ik geloof het wel. Maar dat gaat dan waarschijnlijk niet gebeuren, omdat we, als we bikinibroek laden, veel meer dingen kunnen sturen in een kortere tijd, zeg maar. Omdat de bikinibroek veel meer produceert. Het is een veel grotere stad. Dus ja, nou dan heb ik dat even verteld. Weten jullie waarom ik precies in bikinibroek ben? En het volgende wat jullie zullen zien zijn deze problemen. We zitten namelijk in het geel. Dat is niet al te goed. We verdienen nog best veel per maand. Niet al te veel meer, omdat we zoveel naar de grote constructie sturen natuurlijk. Maar nog wel wat aan processors. Maar het is geen 300.000 meer. Of wat het dan ook was. Maar we verliezen nu best veel per uur. En dat is omdat hier brand is geweest. En dat vind ik echt heel verrassend. Al deze industriegebouwen, het zijn er zoveel. Er is zelfs puin. Niet alleen verlaten, maar ook puin. En hier deze ook. En even kijken, is dat? Oké, dat is nog een industriegebouw. Dus hebben we nu. Oké, we hebben nog wel industrie over. Gelukkig. Maar even kijken. Opleiding. Ja, dat vind ik vreemd. Want we hebben hier een universiteit die nooit helemaal vol zit, dus ik weet niet. Maar ja, is ook veel vervuiling. Maar daar kan ik niet al te veel aan doen, want er gaat straks meteen weer een nieuwe iemand bouwen. En dit is gewoon afval, toch? Ja, dat ook. En ja, dus een heel stuk van de industrie is gewoon weggevaagd door brand. En dat vind ik echt verrassend, want we hebben hier gewoon een grote brandweerkazerne. Maar ik zie het probleem al. Alle brandweerwagens zijn ingezet. En ik denk dat een. Wacht, hebben we maar. Oh, we hebben ook maar één brandweerwagen. Dat is gewoon echt niet goed. Ja, ik doe er gewoon twee bij, want. Oh, dat gaat niet passen. Het kan hier. Dat ziet er belachelijk uit, maar. Ja, dat ziet er echt heel raar uit, hè? Oh, wauw. Kan daar überhaupt een vrachtwagen uit? Nou, ik weet het niet, maar het werkt als het goed is wel. En we hebben wel een. Ja, we hebben al één gespecialiseerde wagen. Dat lijkt me ook wel genoeg. Maar ja. Ik denk dus dat het probleem was dat we te weinig brandweerwagens hadden. Ik wist bijna. Ik dacht eigenlijk. Ja, ik dacht met heel veel zekerheid eigenlijk dat het zou komen door het verkeer. Want het verkeer is hier ook echt vreselijk. Het is nog erger geweest dan nu. Dat je echt gewoon op zoveel meer plekken rode gedeeltes had. Het verkeer is hier echt heel slecht. In bikinibroek eigenlijk altijd. Dus ik dacht dat het aan het verkeer lag. Maar ja, één brandweerwagen is natuurlijk niet genoeg. En die brand is hier helemaal verspreid. En dat is dus waarom we hier zoveel geld verliezen. Maar ja. Ik het dwaal een beetje af. Wow. Waar ben ik? Help. Ik dwaal een beetje af. Ik denk dat ik gewoon weer. Nou, weet je wat? Ik blijf misschien nog wel heel veel AFK staan. Dat we iets meer vooruit gaan maken aan de grote constructie. En dan ga ik straks waarschijnlijk gewoon weer terug naar Gokhala. En dan gaan we daar verder. Wacht, er is één ding wat ik ben vergeten. Want ik zei dat we nog geld zouden verdienen aan processors. Maar ik was vergeten dat die processors ook worden gebruikt voor de. Voor het zonne-energiepark. Dus dat wordt misschien nog lastig. Want Bikinibroek heeft dan helemaal geen bron. Helemaal geen inkomen meer per maand. Dus dan moeten we het echt doen met wat we per uur verdienen. En als ik dat zo zie, is dat echt niet goed. Maar de industrie moet nog wel een beetje opbouwen. Als dit allemaal is opgebouwd, zal het ook wel beter zijn. Maar ik denk niet dat het helemaal opgelost zal zijn. We hebben wel 5,5 miljoen. Maar ja, het is toch. Oh, kijk, misschien wordt het nog wel opgelost. Misschien komt het wel goed. Ja, oké, het is nu weer positief. Maar ik weet niet. Misschien moet ik daar een keer. Daar moet ik sowieso op gaan letten als ik hier even Kees ga staan. Maar voor nu is het nog wel oké. Want we hebben nog gewoon meer dan 5 miljoen. Dus dat. Ja, op de korte termijn komt het wel goed. Oh, wauw. Dit is bijzonder. Dit is een nieuw record. 87%.
Wat was ons record? 86 of 85 of zo? Nou ja, ik weet niet. Ik wil het in ieder geval even laten zien. Het lijkt eigenlijk allemaal niet zo heel veel, maar blijkbaar, blijkbaar toch door dat woongenot wordt het helemaal omhoog gehaald. Want dit balkje zit gewoon helemaal vol. Wauw, dat is echt niet normaal veel, 87%. En de industrie zal ook nog wel gaan stijgen, want deze gebouwen zijn allemaal net nieuw. En oh, dat gaat niet altijd goed. slecht begin. Ja, deze gebouwen zijn net nieuw en dus nog niet al te gelukkig. Omdat ze op 50% beginnen. Dus uiteindelijk wordt het zelfs nog beter. En dat is echt, superveel eigenlijk. Ja, en ik wil graag verder gaan in Gokalla. Maar als ik hier interessante dingen zie, dan wil ik die natuurlijk ook wel even in de video doen. Ja, dus deze stad heeft meer woonwijken nodig. En het is best wel dringend. Oké, daar is het nu opgelost. Is het daar opgelost? Ja, hier is het allemaal goed. Lijkt het. Die is nog aan het bouwen. We hadden arbeiders nodig. Ja, alleen ik heb niet de ruimte ervoor. Ik kan het hier wel een beetje doen. Dus hier kunnen hier en daar nog wel een paar huizen tussen. Dit gaat niet super veel helpen eigenlijk. Maar ja, ik kan het net goed even doen. En hoe is de landwaarde hier naast het expocenter? Ja, het is iets slechter. En oh, ik kan het hier waarschijnlijk niet aandoen omdat die weg bij het expocenter hoort. Ik kan het hier wel gewoon even doen. En weet je wat, zal ik die hokjes maken? Dat is misschien wel beter. Dan heb je uiteindelijk meer. Oh, wat is dit? wat doet die weg daar? Waarom is dat daar? Ik heb geen idee. ik maak er wel even vakjes van. Misschien wat netter. Klopt. Oh, wacht. Het gaat natuurlijk niet werken. Oh, nee. Het gaat niet werken vanwege die... Ja, die dikke wegen hier. Die hoofdwegen. Dat verpest deze schema. Maar ja, ik kan wel in ieder geval dit doen. En dat valt een beetje tegen. Ik kan het daar niet doen. Maar het is beter dan niks. En het is een beetje rommelig. Maar ja, ik heb zo weinig ruimte. Ik moet gewoon alle ruimte die ik nog heb benutten. Bijvoorbeeld zelfs dit. Ook al, ja, wie wilt er nou naast een vuilnisbelt leven? Dat wordt misschien nog een probleem. Misschien worden mensen daar ziek door. Waarschijnlijk wel. Dat is misschien een slecht idee. De wind gaat die kant op. Dus als het goed is... zit je daar uit de stroom, zeg maar, van bacteriën. Dus dat is misschien wel oké. Ja, er is vraag naar industrie. Als het goed is, zou dat nu toch wel... Dat ze nu toch wel goed moeten zijn. Oh nee, ze zijn nog gesloten. Niet altijd tevreden allemaal. Ja, het waarderingscijfer is alweer naar beneden gegaan. Dat was te verwachten. Oké, dus we hebben wat arbeiders erbij, maar niet al te veel. Ik weet niet. Ik weet niet hoe dit verder moet. Misschien ga ik straks ook maar gewoon naar... Gokalla. En wow, dit is een heel stuk omhoog gegaan. Dus ik denk dat ik wel genoeg EVK heb gestaan voor nu. Misschien ga ik in latere episodes nog langer EVK staan. Echt gewoon een half uur of een uur of zo. Zodat we echt in één keer een heleboel vooruit gaan kunnen maken. Maar dit is in ieder geval even alles wat ik voor nu in Bikinibroek ga doen. Dus ik ga nu gewoon naar Gokalla. En dan gaan we daar verder. Oké, daar zijn we dan in Gokalla. En ja, ik heb een beetje slecht nieuws. Want... er zijn geen problemen in de stad. En het lijkt misschien helemaal geen slecht nieuws te zijn. Maar het ding met SimCity is... Als je geen problemen hebt in de stad... heb je niks op te lossen. Dus dan is er weinig te doen eigenlijk. Geen winkelaars. Nou oké, misschien hebben we nu dan een probleem. Maar dat is dus een beetje het ding. Als er geen problemen zijn in deze stad... is er weinig wat ik kan doen. Want ik kan ook niet al te veel toevoegen. Dus ja, want alles is vol. Dus ik denk dat ik misschien naar Bikinibroek ga... Ik kijk misschien even naar dit geen winkelaar probleem. En dan ga ik naar Bikinibroek. En dan wat ik daar in ieder geval wil gaan doen is even een evenement laten plaatsvinden. Want dat is natuurlijk nog wel een manier waarmee we geld kunnen verdienen. En dat is ook altijd wel leuk om te doen. Kijken hoeveel files er dan komen. En misschien kunnen het openbaar vervoer daar nog wat verbeteren. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik daar wel alle bussen heb, zeg maar. Het busstation helemaal heb geüpgrade. Ik moet even naar kijken. En misschien zijn er nog wel meer wat we kunnen doen. Want in Gokalla is het op dit moment niet al te interessant. Er gebeurt gewoon weinig. Dus ja, kijk, eerstvolgende veranderingen zouden kunnen zijn... dat als de grote constructie hadden dat de zonne-energiecentrales weg kunnen... dat er dan weer ruimte is voor nieuwe wijken of nieuwe Gokalla of andere dingen. Maar dat kan ik nu natuurlijk nog niet doen, want nu zijn ze gewoon nog... hard nodig. Het lijkt misschien niet zo, maar ik geloof dat zonder deze dingen dat je dan soms wel in de problemen komt. Oké, dus ik ga even kijken naar dat geen winkelaarsprobleem. Is dat zou dat kunnen? Ja, even kijken naar het waarderingscijfer. Oh, het is nu weer iets lager.
Oh, we kunnen wel wat vrachten gebruiken. Is dat ook nog steeds een probleem? Ja, misschien is het nodig. Nou, het is eigenlijk heel raar om dit te doen. Maar misschien is het nodig om wat normale woonwijken en commercie in te wisselen voor industrie. Want misschien is industrie gewoon harder nodig. Maar aan de andere kant, als ik dat doe, gaan mensen ook weer klagen dat ze te weinig industrie hebben. Maar, zouden we niet de brandweerkazerne kunnen verplaatsen naar hier? Heel misschien zou dat kunnen. Even kijken. De pompinrichting, ja, daar kunnen we waarschijnlijk niks aan doen. Ik denk dat dat best zou kunnen. Oké, handelsdepot, die gaan we slopen, want daar gaan we toch niks mee doen. En Fonteinplein, ja. Hier hebben we dus een aantal parken. Ik ga het spel even op pauze zetten, zodat de mensen niet gaan klagen. We vinden wel een andere plek voor die parken, als ze überhaupt nodig zijn. Bijvoorbeeld daar kan er nog wel eentje bij. Even kijken, hoe vreselijk is het nu met de landwaarde? Oh, dat valt nog heel erg mee. Dat valt heel erg mee. Ik had eigenlijk eerst even moeten kijken hoe goed de landwaarde daar was. Want ik weet niet zeker of het daar slecht is geworden of niet. Maar ik zal hier nog wel een fonteinpark bij doen of zo. Een klein fonteinpark. Dat kan daar. Ja, dat doet natuurlijk niks voor daar. En ik kan het daar wel doen. Maar dat is misschien nodig voor de upgrades van de brandweerkazerne. Als die hier überhaupt past. Want dat zou echt heel fijn zijn. Dan kan die daar weg. En dan kan hier gewoon nog een groot industriegebouw. Het ding is wel dat ik... Die brandweerkazerne staat hier niet zomaar. Hij staat dicht bij de industrie. Omdat er in de industrie veel branden en ook gevaarlijke branden voorkomen. Dus dat is gewoon... Hier is het gewoon harder nodig. Dus misschien is het ook wel geen goed idee. Tenzij ik... hier industrie kan doen. Ook al lijkt me dat geen goed idee met tussen alle mensen. Want de wind gaat die kant op. En dan gaat de vervuiling over die mensen heen. Dus dat zou niet al te handig zijn. Kijk, ik ga het proberen met de brandweerkazerne hier. Het zou wel echt fijn zijn als we hier nog een industriegebouw bij kunnen hebben. En dan hoop ik dat... Ja, oké, het past hier makkelijk. En dan hoop ik dat de industrie niet te veel last heeft van brand. Ja. Want kijk, het is hier natuurlijk ook nog best dichtbij... Nou ja, het is wel een stuk verder weg. Maar ja, ze moeten langs al die kruispunten en al die files. Dan duurt het misschien gewoon te lang. Maar we zullen zien. Dit is 85.000 euro. Het is niet dat het zo extreem duur is. En ik heb er nu natuurlijk tijdelijk twee. Ik ga uiteindelijk die slopen. Maar ik wil gewoon geen moment zonder brandweerkazerne zitten. Want dat zou een probleem worden. Ik wil wel even kijken wat voor upgrades we hier hebben. We hebben dus 4 van de 4 brandweerwagens. 1 van de 4 brandweercommandanten. We hadden nog steeds geen helideck omdat het zo duur is. En 1 van de 4 gespecialiseerde wagens. En voor de rest al die standaard dingen. Dus dat gaan we hier dan ook doen. Het komt eigenlijk nog beter uit dan ik had gedacht met de ruimte. Het past hier eigenlijk super goed. En ik denk dat dit wel... Kijk, een meldkaart. Oh ja, die hebben we ook. Ik denk dat dit uiteindelijk wel een goede beslissing zal zijn. Want de industrie is blijkbaar gewoon nodig. En het ding is dan wel, als we dan meer industrie hebben, dan hebben we waarschijnlijk ook weer meer arbeiders nodig. En daar hebben we dan weer geruimd voor. Dus we zullen zien. We zullen zien hoe het gaat. Waarom kan dat niet? Kom op. Wat? Waarom? Oh, waarom kan ik het daar niet plaatsen? Kan ik dat hier plaatsen? Ja, dat kan. En ik had het net zo goed iets meer naar links kunnen doen. Dat zou efficiënter zijn. En nu kan het wel. Het ziet er niet echt uit, maar oké. Oké, dus... Die gaan we nog niet wegdoen. Want die moet eerst werknemers zoeken. En het zou wel vervelend zijn als we zonder brandweerkazerne zitten. Oh, dat verlaagt de landwaarde. Dat wist ik nog niet. Dat is misschien een probleem daar. En hier ook. Daar zit ook een probleem. Even kijken. Woede dat er geen vrachtkramen kwamen. Oké, dat gaat nog niet over de landwaarde. Maar ik ga deze ook even slopen. En dan laat ik hier iemand met gemiddelde landwaarde dan maar bouwen. Dat is dan misschien beter. Of ik kan daar nog een park doen. Kijken of dat iets oplost. Dat past daar ook helemaal niet. Kan het daar? Oké, hier kan het. Dan komt het misschien wel goed. Ik doe het even hier. Dan heb ik daar nog ruimte voor. Extra brandweerwagens als dat ooit nodig is. En dat lost eigenlijk hier best wel veel op. Alleen dit gebouw is nog een beetje een probleem. Dus die ga ik... kan ik hier nog niet gewoon... Kan ik hier niet nog gewoon een park tussen doen? Nee, dat kan niet. Misschien een smalle. Dat kan. En dat... Het is nu grotendeels binnen de hoge landwaarde. Dus dat moet wel goed komen. En heeft hij al werknemers? Ja, klaar om branden te blussen. Dus deze kunnen we nu slopen. En dat het voelt heel verkeerd om zo'n duur iets te slopen. Maar het is uiteindelijk wel
beter, denk ik, want die industrie is gewoon nodig. Dus hier past zo te zien wel een best groot gebouw, denk ik. Maar meestal zie ik het verkeerd, want SimCity is altijd heel kritisch over de ruimte en zo. En het zou ook fijn zijn als deze mensen konden upgraden, maar waar moeten die parken dan heen? Ja, onvoldoende ruimte voor een hoge dichtheid, dat is een beetje jammer. Kijk, het ding is, ik kan die parken wel ergens anders zetten, maar dan sloop ik weer een ander appartement en dat schiet er natuurlijk ook niet op. Dus, oh, die brandweerkazerne verlaagt helemaal geen landwaarde. Waarom was dat dan? En waarom was de brandweer... Wat? Waarom was de landwaarde dan toch lager geworden? Nou, misschien ligt het aan mij, maar ik dacht dat de landwaarde nadat ik het had geplaatst lager werd. Nou, ik weet niet zeker. Dat zal dan wel niet. Maar dat is vreemd. En ja, dit is nog iets waar we misschien landwaarde willen gaan verhogen. Dit ziet hier vreemd uit. Dat klopt niet, toch? Oh, dat is zeker omdat daar een spoor is of zo. Ja. Ja, ik dacht, we kunnen daar nog een park doen, maar daar zit natuurlijk het spoor, dus dat werkt niet. Oké, daar is weer iemand aan het bouwen. Ik geloof dat dat nu... Is dat... Oh nee, dat is weer ooglandwaarde. Dat had ik aangepast. Oké, maar dat lijkt me wel goed. Hopelijk hebben die nu wel genoeg winkelaars. Oh ja, jij zoekt arbeiders. Oké. Is er... Ja, er is best veel vraag naar mensen met lage inkomens. Dus het zou mooi zijn als we hier een extra huizenblok konden doen. En er is ook niet echt iets wat ik hier weg kan halen voor plaats of zo, geloof ik. Of efficiënter kan neerzetten. Dus dat, daar moeten we dan maar mee leven. Met een tekort aan arbeiders. Misschien kan ik de parken hier wel iets efficiënter doen. Zeg maar, ja, ik heb hier allemaal parken voor mensen met gemiddelde landwaardes. Maar daar is geen vraag. Nou, naar hoge landwaardes is ook niet echt vraag. Dus weet je wat? Anders haal ik die parken gewoon helemaal weg. Want er is meer vraag naar mensen met lage inkomens. Dus dat is misschien een idee. Ja, weet je wat, ik haal die park gewoon weg. En ik ga het wel even op pauze zetten, want het veroorzaakt altijd problemen. Dus, ja, weet je wat, we gaan dit gewoon proberen. Kijken of dit effect heeft, want ze kunnen over die brug gewoon direct naar de industrie. En dit is niet handig. Ga efficiënter met je ruimte om. Je moet waarschijnlijk toch al deze huizen slopen, omdat het lage landwaarde moet worden. Oké, Bloemenplein. Ja, ik wil hier ook wel wat hoge landwaarde houden natuurlijk, want daar was wel een beetje vraag naar. En, even kijken. Ja, ik denk dat ik de parken daar gewoon laat. En wow, gaat het landwaarde nou serieus zo blijven? Of moet ik de tijd laten lopen? Want dat lijkt me niet echt realistisch, toch? Kijk, hier is nog een gebouw met een hoge landwaarde. Kom op, ga updaten. Is er een update? Oh, een zombie-invasie. Maar waarom? Blijkbaar waren die parken ook echt helemaal niet nodig. Ja, dan hebben we geen... Kijk, we hebben nu geen lage landwaarde, wat ik eigenlijk wou. Maar we hebben nu in ieder geval... We gaan nu in ieder geval wel iets weten met de ruimte om. En die extra wegen zijn niet echt nodig. En ja, die zombie-invasie, weet je... Ik geloof niet dat je er echt veel van ziet of zo. Dus even kijken. Dit, ik ga even hieruit. En... Oh, we hebben die parken nog. Die heb ik helemaal niet gezien. Dat zijn natuurlijk de parken die de landwaarde omhoog houden. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Ik hou het nog even op pauze. En dan kijk ik nog even naar het effect daarvan. Want die heb ik echt gewoon compleet gemist. Oké. Even dit allemaal bulldozen. En zijn er nog meer parken? Dat was het geloof ik wel. En nu is de landwaarde... Ja, nu is de landwaarde een stuk lager. Maar ik ga het zo laten, de landwaarde. En ik ga deze mensen even slopen. Want misschien bouwen ze dan opnieuw in de lage landwaarde. En ik ga die mensen ook slopen. Want ze moeten beter met de ruimte omgaan. Ja, dat komt misschien wel goed. Dat wordt misschien later één gebouw. En deze mensen, daar kunnen we eigenlijk niks mee. En die moeten ook lage landwaarde worden. Dus ik hoop dat het zo iets beter is. Het is nog wel een beetje rommelig dat gebouwen half in gemiddelde en half in lage landwaarde zullen komen te staan. Dus dat is misschien onhandig. En hier hebben we nog meer parken. Die kunnen misschien ook wel weg. Maar het kan natuurlijk ook dat er nu weer een heleboel vraag komt naar gemiddeld. Dus ik moet gewoon even kijken hoe dit loopt. Oké, dit is een dieptepunt. Echt, het waarderingscijfer is echt in een echt de afgelopen maanden, denk ik, of nou in ieder geval weken, niet zo laag geweest. En wat is er opeens gebeurd? Wat is er aan de hand? Je kunt hier amper winkelen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dat slaat echt nergens op. Die winkels die klagen juist dat ze niet genoeg klanten hebben. Dus dat slaat gewoon echt nergens op. Even kijken.
Hier heb ik ook niks aan die gelukskaart voor nu in ieder geval. Niet genoeg winkelaars met hoge inkomens. Is dat omdat ik ze net heb gesloopt? Ik zou verwachten dat hij zou klagen over niet genoeg winkelaars met lage inkomens, want daar is gewoon meer vraag naar. En hoe zit het met die zombies? Hebben die nog iets veroorzaakt? Ja, 3 verlaten gebouwen. Allemaal niet al te interessant, denk ik, want je ziet er weinig van. Oké, ja, opgegeten door zombies. Opgegeten door zombies, opgegeten door zombies. Oh! Hey! Wat? Dat. Nee, kom op. Is er een motorwagen? Ja, gelukkig. Oké. Oh, toch afgebrand. Nee, we gaan hier toch. Nee. Oh, dat komt door misdaad. Dat staat ook, ook nergens op. We hebben maar 2 misdaden per dag. Oh, waarom gaat iedereen weg? Brand. Brand. Kom op. Oké, dit is misschien al een direct effect van die. Van de nieuwe locatie van de brandweerkazerne. Kom op, dit ook al. Hoeveel verspreidt het? Oh, dit is zo stom. Oh, nee. Oh, wauw. Komt dat serieus nou? Komt dat nou serieus door die brandweerkazerne dat die daar staat in plaats van daar? Ik kan dat nu niet meteen zeggen, want dit had ook kunnen gebeuren toen die daar stond. Want het verkeer is hier natuurlijk ook slecht. Als er file is, dan is er gewoon file. Dan beweegt er helemaal niks. Weet je wat? Ik ga denk ik gewoon die helikopter toevoegen. Kijken of dat iets doet. Het is echt belachelijk duur. Echt belachelijk. 1400 per uur. Maar ik ga kijken of het iets doet. En dan. Oh, wat is dit? Geavanceerde brandweer. Plaats garage voor gespecialiseerde wagens. Helidek. En kantoor voor. Wat was het? Iets. Ik weet niet. Ja, brandweercommandant. Dat was het. Dus we. Oh, die files. Dus we hebben nu daar een achievement voor. Voor een bijna volledige upgrade. Kazerne. Oké, ja, files zijn ook slecht. Dus hopelijk doet die helikopter iets. En ik dacht dat dit, ik zou toch denken dat dit wel opgelost zou moeten worden met zo'n brandweerkazerne. Maar ja, als er file is, dan is er gewoon file en dan kan je daar niks aan doen. Oké, maar we zijn dus weer helemaal afgedwaald. We keken naar het waarderingscijfer en dat is nu weer iets beter. En het gaat ook nog omhoog. Maar laten we nog even kijken naar de klachten. Vonden niks dat kinderen niet naar school konden. Dat zou wel goed moeten zijn, denk ik. Volgde de waarde van ons land. Dat hebben we misschien net veroorzaakt. Alleen echt, als je op dat pijltje drukt, dan schiet je daar echt nooit iets mee op. Onvoldoende ruimte. Onvoldoende ruimte. Kom op, deze mensen kunnen het ook. Dan kunnen jullie het toch ook gewoon. Komt het? Nee, er is geen park of zo. Wat nou als ik er eentje sloop? Kan die ene dan wel upgraden? Of komt het door de wegen die te dicht op elkaar zitten? Maar het lijkt gewoon dezelfde grootte. Dus dat, daar kan ik waarschijnlijk weinig aan doen. Oké, wat bij welke gedachten waren we überhaupt? Ik raak steeds afgeleid. Verhoog de waarde van ons land. Daar waren we. Dus even kijken. Waar is het land waar het twijfelachtig? Hier is het twijfelachtig, maar die mensen klagen niet. En hier is het allemaal helemaal goed. Dus het moet wel hier zijn eigenlijk. Nee. Oh, deze. Deze is het. Nou ja, dan ga ik hem gewoon slopen en laat ik hier iets nieuws bouwen. Komt er hopelijk ook een groot gebouw. Daar is nog iets aan het bouwen. Ik geloof dat de landwaarde voor de rest wel goed is. Maar dat helpt dan. Dat was het enige gebouw, toch? Nou, dat wordt nu nog niet geüpdate. Ik denk dat dat het enige is. Dat is tenminste het enige wat ik kan bedenken. Want voor de rest hebben we niet veel aangepast. In die. In andere gebieden met landwaarde. Dus ik geloof dat dat het wel was. En oké, wat hebben we nog meer voor klachten? Het blijft maar doorgaan. Oké, volg de waarde van ons land. Dat is allemaal goed. Commercie. Ja, vrachten. Ze klagen allemaal over vrachten en misdaad, wat nergens op staat. Industrie denkt niet echt al te veel. En ja, vrachten. Ik snap dat het nu slecht is, want nu is iedereen aan het bouwen. Er zijn maar weinig gebouwen actief. Maar het is ook gewoon in het algemeen. Er zijn eigenlijk nooit genoeg vrachten. En het ding is een beetje dat ik het niet kan importeren. Want ja, als je te weinig ijzererts bijvoorbeeld hebt, kan je het gewoon importeren. En dat zou ik met vracht ook wel willen doen, maar dat kan dus helaas niet. En hoe zit het met de hogeschool? Heeft gisteren les gegeven aan 866 leerlingen of studenten. Dat zou betekenen dat er maar de helft, maar iets meer dan de helft van die 1500 gebruiken. Dus misschien kan ik er dan wel eentje sluiten. Dat zou heel fijn zijn, want dat bespaart ook weer wat. Nou, niet al te veel, een klein beetje geloof ik. Hoeveel is het? 375. Dat is toch nog aardig wat. Dus het zou fijn zijn als ik daar morgen achter kan komen. Of dat zo door blijft gaan dat er maar weinig mensen heen gingen. Want het was echt een tijdje dat die gewoon helemaal vol zat. Maar misschien is die tijd nu voorbij. Misschien is er nu niet meer zo'n rush op, zeg maar. Oké, dus waarderingscijfer. Is nog iets om op te checken? Nou, het gaat allemaal weer omhoog. Je kunt hier amper. Ja,
Daar ben ik net ook overheen gegaan. En ja, dat staat nergens op. We kunnen nergens winkelen. Echt, even serieus. Oh, ik weet het. Ik weet misschien waarom. Oh, en dit is natuurlijk ook waarom ze niet kunnen upgraden. Omdat ik hier geen zonne kan doen. Wat heel stom is. Dit gebouw. Nee, dit gebouw is helemaal niet naar een gemiddelde landwaarde gegaan. Waar heb ik het over? Dus daar kan het niet aan liggen. Want eerst hadden we de landwaarde hier verlaagd, maar toen had ik weer een park toegevoegd. Dus ik dacht, misschien is dat gebouw nog gemiddeld. Maar die zijn ook gewoon hoog. Dus dan weet ik echt niet waar het aan ligt. Want er zijn ook nog gebouwen. Zijn nog gebouwen die klagen over te weinig klanten? Ja, wel voor vracht. Die hebben ook vracht nodig. Dus dat is wel echt een probleem. Weet je wat? Nee, ik dacht misschien kunnen we de pompenrichting slopen en dan water gaan importeren uit Atlantis. Want in Atlantis hebben we alle ruimte. Atlantis is echt gewoon een beetje de stad die andere steden voorziet met dingen. En zo is het ook met oliebol. Want we sturen ook onze riolering naar Atlantis en dat soort dingen. Ja, het zou fijn zijn om dit te kunnen slopen en dan hiervoor in de plaats wat industrie te kunnen doen. Of wat andere benodigde dingen, maar dan zorg je gewoon voor veel te veel vervuiling. En ik kan geen zieke mensen gebruiken, want dat zorgt weer voor een slecht waarderingscijfer. En is gewoon in het algemeen niet handig. Dus dat is geen optie. Je kan natuurlijk wel. Hier helemaal in het hoekje zou je wel industrie kunnen doen. En dan zou je de woonwijk van hier naar daar kunnen doen. En dan zou je dit kunnen slopen. En dan zou je water kunnen gaan kopen. Dat is wel een heel gedoe. Ik vraag me af of dat het waard zou zijn. Het is misschien wel een idee. Maar ik weet niet. Ja, het is lastig. We hebben gewoon te weinig ruimte. En ik wil. Ja, over ruimte gesproken. Ik denk dat ik ook even over iets moet gaan praten in deze episode. Want zoals jullie misschien wel merken, is deze regio bijna compleet. Nou ja, compleet. Het is natuurlijk nooit echt af. Er zijn altijd nog dingen om te verbeteren. Maar ik denk dat het bijna op een punt is waarvan ik denk dat ik er tevreden mee ben. En dat ik dus iets anders wil gaan doen. En ik weet dat we pas 4 van de 5 plots hebben gebruikt. Daar is nog een leeg plot. Maar ik zou gewoon in dat plot kunnen gaan beginnen met een nieuwe stad. De vijfde stad. En die dan helemaal gaan afmaken in een let's play. Maar ik wil even jullie mening. Zouden jullie willen dat ik gewoon deze regio afmaak en hier nog een vijfde stad bouw? Of zouden jullie willen dat ik een nieuwe regio begin met een uitbreidingspakket? En het uitbreidingspakket wat ik dan zou willen is dan Cities of Tomorrow. Cities of Tomorrow. Ik weet eigenlijk niet zeker of er meer uitbreidingspakketten zijn. Ik weet wel dat er DLC's zijn. Maar dat is in ieder geval iets waar ik geïnteresseerd in ben in Cities of Tomorrow. En het is geloof ik niet eens zo super duur meer. Want het was ooit €30 wat ik best wel duur vond voor een uitbreidingspakket. Maar het is nu minder duur. Ik weet niet meer hoe duur, maar het valt nu wel mee. Dus ik zou het best willen kopen en dan willen gaan spelen. Gewoon in een nieuwe regio in singleplayer. Want dan hebben we ook meteen geen crashes, bugs en al die problemen niet meer hopelijk. Die we nu in deze regio hebben. Die stom genoeg ook nog op een Europa Oost server zit. Omdat ik toen ik het begon de Europa West server niet kon bereiken. En dat is dus, ja, is dus verder weg. Dus dat betekent meer lag, gewoon meer problemen. Singleplayer zou veel beter zijn. Dus dat is ook een reden voor mij om een nieuwe regio te beginnen. En het is ook gewoon fijn om opnieuw te beginnen. Gewoon dat je in één keer met veel kennis begint. Want toen we begonnen met Bikini Brook, toen wist ik nog niet al te veel van SimCity. Ook al is het uiteindelijk toch nog wel een goede stad geworden. Dus ja, dat is ook gewoon fijn aan het opnieuw beginnen. Dus laat even weten wat je ervan vindt. Als je zelf nog suggesties hebt voor een manier om dit spel te spelen, dan ja, laat het vooral weten. Weten. Laat het vooral weten in de comments. Oh nee, we hebben een gevaarlijke brand. Alweer, we hadden er net ook al één. En dat kan nog wel een probleem zijn. Want ik denk dat die helikopter geen gespecialiseerde. Niet. Capaciteit heeft zeg maar van een gespecialiseerde wagen en het gaat voor een gespecialiseerde wagen veel tijd kosten om daarheen te gaan. Is er ergens een wagen onderweg? Kan ik dat zien? Ja, daar zitten ze. Wacht, is dat wat is, oh, dat is de brandweercommandant. Ik dacht dat ziet helemaal niet uit als een brandweerwagen. Maar waarom? Waarom is alleen de brandweercommandant erop uit? Proberen ze het niet eens? Ik weet dat er files zijn, maar ik kan op zijn minst de weg op gaan, want er is hier een gevaarlijke brand. Als het goed is, zou ik toch zo'n tooltipje moeten zien boven de brandweerwagens. Maar dat vind ik echt heel raar. Waar is die gespecialiseerde wagen? Zit hij erin? Kunnen we dat zien? Waarschijnlijk niet, hè? Nee, er zijn daar wel wat brandweer.
wat brandweermensen, brandweermannen. maar ze doen niks. Ja, dat vind ik ook vreemd. Dit heb ik ook in video's gezien, dat je gewoon een gebouw hebt. Bijvoorbeeld, het kan ook bij een stortplaats zijn. En dat je een heleboel vijandswagens hebt, maar dat ze gewoon niks doen. En dat is dan gewoon een bug of zo. Want dit slaat echt helemaal nergens op. Zoveel dingen die nergens op slaan. Klaar om branden te blussen, ga het dan doen. Ik zie nog geen brandweerwagen hoor, of is hij ergens anders in de stad? Nee. Oh, dit wordt waarschijnlijk weer, een probleem. Het gaat gewoon in vlammen op en dan is dat gebouw ook weer weg. Dus dat is stom. Dat is jammer. Maar dat is ook zo ongeveer deze episode. Het was een beetje een rommelige episode, omdat ik weinig idee meer heb voor deze stad. En ja, ik weet wel dat ik een nieuwe regio kan beginnen, maar ik dacht dat het tijd is voor iets nieuws. Dus laat even weten of je het een leuk idee lijkt om met uitbreidingspakketten te spelen. Dus ja, deze episode, deze stad is gewoon een beetje compleet aan het worden. En dan, het klinkt heel vreemd, maar in SimCity is het zo dat hoe minder problemen je hebt, hoe minder je kan doen in het spel. En hoe minder leuk het dus wordt. Want uiteindelijk kan je niks meer doen, omdat je stad, perfect is, zogenaamd. Het is natuurlijk nooit echt perfect, maar op een gegeven moment is het bijna perfect en dan is er weinig meer aan te doen. Dus dat is een beetje jammer, maar laat eens zeker weten wat je graag wil, wat je graag in de toekomst wil zien. En dus dat was zo ongeveer alles voor nu. Tot de volgende episode.